Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag hebben we te maken met flinke zonnige periode. In de ochtend komt in het zuiden eerst nog wat nevelmist of lage bewolking voor, maar die zal geleidelijk aan gaan verdwijnen. In vergelijking met de afgelopen dagen staat er ook een stuk minder wind. De wind is zwak of matig, kracht 2 tot 4 en waait uit het westen, geleidelijk draaiend naar het zuidwesten. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 14 graden op de Waddeneilanden eilanden en 16 tot plaatselijk 20 graden in de rest van het land. De wind blijft zwak tot matig en draait in de avond naar zuidelijke richting. Vanuit het zuiden komt er dan wel meer bewolking, vooral in de hogere luchtlagen, binnenzetten. En daar hebben we ook morgen op maandag mee te maken. De zon heeft het tamelijk moeilijk, maar over het algemeen is het toch nog wel vrij zonnig. Het blijft droog en het wordt 20 tot zelfs 24 graden. Wel bij een vrij stevige zuidelijke wind, die is matig kracht 4. Op dinsdag is de warme lucht alweer verdwenen. Het wordt dan 15 tot 19 graden en er vallen een aantal buien, maar tussendoor schijnt ook wel de zon. Ook woensdag en donderdag is het licht wisselvallig met zon, wolken en een aantal buien. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Ik ben Ben Langkamp van Beerplaza.nl